Kinderen van de lagere school moeten minimum één uur per dag bewegen. Maar wat houdt bewegen precies in? Beweging omvat alle activiteiten waardoor het hart sneller slaat, de ademhaling versnelt of waar kinderen van gaan hijgen. Voorbeelden zijn een ontspannen fietstocht, in de tuin spelen, rennen, zwemmen, voetballen, voldoende bewegen in combinatie met gezonde voeding. Is een belangrijke levenswijze voor kinderen om gezond te zijn en gezond te blijven. Het helpt om je gewicht te controleren en biedt tal van andere voordelen. Ontwikkelen van sterke beenderen, spieren en longen, verbeteren van lenigheid, evenwicht en coördinatie, ontmoeten van nieuwe vrienden, verminderen van stress en bevorderen van ontspanning, zelfvertrouwen ontwikkelen, plezier maken en zoveel meer. Zelfs al hebben je kinderen dus een gezond gewicht, het blijft noodzakelijk dat ze ook voldoende bewegen.